organisatie, Federatie voor Afrikaanse Renamang, heeft traditiegetrouw dit jaar weer kransen gelegd bij het Kwakkoplein en het Kodjo Mentor en Presentplein. Zo brachten zij hulde aan de strijders voor afschaffing van de slavernij 153 jaar geleden. Voorzitter Ivan Wijngaarde, minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en cultuurdirecteur Stanley Sidoel hebben samen een krans gelegd bij het standbeeld van Kwaku, het symbool van de afschaffing van de slavernij in Suriname. Minister Peneu gaf in zijn toespraak aan dat het tijd wordt dat we zaken over de slavernij documenteren en dat hij zich daarvoor sterk zal maken. En ik een platform voor de schrift aan geschiedenis voor Suriname dat we leed vast. En atende, omdat no, tapa basisonderwijs een vak geschiedenis moest introduceren dat we leed vast zijn aan inhoud van een historie voor Suriname. En we bieden uno een mogelijkheid voor die bijdrage op de geschiedenis vanaf de basis naar de MULO, naar FOS en ook de pedagogische instituten voor leersma sa a geschiedenis voor slavernij tjaunen. In Fort Zeelandia organiseerde de culturele vereniging NAX voor de 18e keer de Taktangi. Dit is een religieuze bijeenkomst waarbij door middel van traditionele zang en dans dank wordt uitgebracht aan de voorouders die hun hele leven in slavernij, maar ook in strijd tegen de slavernij hebben doorgebracht. Dit jaar heeft Christine Alspeer de inleiding verzorgd over vrijheid en empowerment. Sigmund Staphorst, voorzitter van NAX, geeft aan dat we onze voorouders als helden moeten eren. Maar wij van NAX vinden, laten we onze voorouders eren zoals ze zijn. Helden waren ze, want zij hebben heel zwaar gewerkt in de eerste plaats. Maar ze hebben ook zwaar strijd geleverd om te werken aan vrijheid. En ze hebben ook meegebracht, behalve die vrijheid, een heleboel waarden en normen. En een heleboel zaken waar we nu mee, dus cultuur, een rijke cultuur. Ze hebben achtergelaten plantages, erven. Dus eigenlijk de grondleggers voor economische zelfstandigheid. Ze hebben ons geleerd dat je moet samenwerken, want anders hadden ze de strijd niet gewonnen. Dus er zijn zoveel waarden. Normen. Ze hebben ook, ons ook een religie achtergelaten. En we moeten ze daarvoor dankbaar zijn. En daarvoor houden we elk jaar hier in Fort Zeelandia de Taktangi. Het is gewoon een dankbetuiging aan onze voorouders. En natuurlijk doen we dat door middel van podiumkunsten. Want dat is gewoon NAX. Daar is NAX sterk in. En daarnaast hebben we ook elk jaar een lezing. Zodat de mensen ook iets meekrijgen ter overdenking. Dit jaar besteden we aandacht aan empowerment. Het is een modern woord, maar het is ook iets versterking, zelfversterking, groepsbinding. Dat zijn ook elementen die door onze voorouders aan ons zijn nagelaten. Aldus Sigmund Staphorst, voorzitter van de organisatie NAX. Deze culturele vereniging heeft vanmorgen voor de 18e keer de gebruikelijke Taktangi gehouden in het Fort Zeelandia.